Amsterdam, Groningen, Arnhem, dit jaar in Middelburg. En dat programma dat wordt rechtstreeks uitgezonden door de NOS. En wij willen altijd graag dat programma beginnen met een klein stukje historie. Wat wordt herdacht? En dat willen we dan doen aan de hand van foto- of filmmateriaal. Vorig jaar oktober, gelukkig oktober, ik zal direct vertellen waarom, liep ik te zoeken op de zolder van het provinciehuis in Middelburg naar foto's. En daar stuitte ik op een filmpje van 10 minuten gemaakt door een Noorse cameraman. Dat filmpje heb ik daar bekeken en ik ging eigenlijk steeds meer op de punt van mijn stoel zitten, omdat het toch wel uitermate interessant was wat daar getoond werd. Je moet je voorstellen dat 1 november 1944 werd daar een geallieerde landing uitgevoerd. Waar onder andere een Noorse commandogroep bij aanwezig was. Ja, dat heb ik dus nooit geweten, dat er Nooren bij betrokken waren. Ook Nederlandse commando's waren erbij, Engelsen, Schotten. En er werd een operatie uitgevoerd van Breskens naar Vlissingen en een andere landing bij Westkapelle. Dat filmpje bij die 92 Nooren die daar de landing uitvoerden, daar was een Noorse cameraman, een zekere P.G. Johnson. En dat is deze cameraman. Hij is hier gefotografeerd in Westkapelle en hij heeft hier op zijn schouder een camera van het type Bell & Howell. Ja. Deze film die is in 1945 aangeboden aan de toenmalige commissaris van de Koningin, jonkheermeester de Kaasbrood. Nadat hij is overleden heeft zijn vrouw hem beschikbaar gesteld aan het provinciehuis. Zodoende kwam dat filmpje daar te liggen. Ik heb die film afgedraaid en aan het einde van de film stond deze titel: productie en fotografie, P.G. Johnson. Die naam die wekte mijn nieuwsgierigheid en ik heb toen de Noorse ambassade opgebeld in Den Haag en gevraagd: kunt u mij helpen om deze man terug te vinden? Ik kreeg een contactadres in Noorwegen, ik heb opgebeld en toen vertelden ze mij dat deze cameraman in 1975 was overleden. Maar de man heeft collega's gefotografeerd. En wat heb ik toen gedaan? Ik heb foto's genomen van de film. Dus u moet zich voorstellen, we hebben de film beeldje voor beeldje stilgezet. En toen heb ik hier een voorbeeld, hebben die foto's gemaakt van het scherm. Daar heb ik een kruisje bij gezet, ik heb de foto genummerd. Dat geldt hetzelfde bij deze man die natuurlijk wel nieuwsgierig was om deze weer terug te vinden. En wat er met vlagplant. Met die vlagplant bij Westkapelle op een Duits geschut. Noorse vlag, ja. Noorse vlag. Wat heeft deze man te vertellen op een gegeven ogenblik als je hem Duits doorziet? De spanning op het gezicht van deze man. Wat gebeurt hier? En zo'n moment als dit. Foto's stuurde ik op en binnen 2 weken had ik antwoord. En op de achterkant van iedere foto stond precies wie was, ja. Of hij nog leeft en waar hij te vinden was. Keurig georganiseerd land, dat Noorwegen. Ja. Goed, we gaan langzamerhand naar een stukje film kijken. Wij hebben een klein stukje film. Om even een idee te geven, we hebben toen van die 19 Nooren die ik terug heb gevonden, heb ik een selectie gemaakt van 9. Ik ben met de film naar Noorwegen toegegaan. Ik heb die voor ze afgedraaid en toen kwamen de verhalen los. Joop van Zijl, Tietje Rijntjes en ik zijn naar Noorwegen gegaan, naar de studio's in Bergen. We hebben ze nog om de tafel gezet en achter hun hebben we steeds hun portret neergezet. En ik wil eigenlijk aan de hand van een kort fragment even laten zien hoe wij dan 5 mei zullen proberen om het een en ander te laten zien. We gaan er nu naar kijken. Dit is de opname in de studio in Noorwegen, zoals deze 9 Nooren om de tafel zitten. Dit is zo'n kort fragment wat we dan laten zien. Een herhaling uit die film. Daar is de vlag. Wij stoppen dan de film. We gaan over op een foto in de studio. En hier verschijnt dezelfde man, Alfred Rikstad, na 40 jaar weer terug voor onze camera's. En die vertelt ons een verhaal. Weer een kort filmfragment. Dit is opgenomen in de duinen bij Domburg, want ze trokken op van Domburg, Westkapelle en Oostkapelle. Hier heb je die man. We zetten de film weer even stil, over naar de foto in de studio. We gaan terug en hier zie je het frappante beeld. Ja. En de man vertelt zijn verhaal. In Zeeland stonden zeeën langs de kant van de weg. Hier gaan we heel langzaam weer terug met hetzelfde filmbeeldje en we kijken nog eens even goed wie is op de foto. Dit is het laatste fragment. Ik heb hier dan nog een keer dezelfde foto zoals we die nu daarnet zagen in de film. En met deze foto zijn we naar Zeeland toegegaan, naar Oostkapelle. We zagen een oude iemand achter de ramen, we belden aan. Ik zeg, kent u misschien deze... Oh ja, dat is Tine. En Tine die woont aan het eind van de straat. De man die hebben we op een gegeven moment teruggevonden van de vlag. Dus dit moment weer. Ja. De man vertelt zijn verhaal. En de vlag vonden we ook. De originele vlag. Die daar in Westkapelle gewapperd heeft op het strand. En die heb ik meegenomen uit Noorwegen, zo lang te leen. Maar het leuke ervan is dat deze 9 Nooren zijn uitgenodigd om op 5 mei ook aanwezig te zijn in de kerk in Middelburg. De camera van Johnson is misschien wel leuk om daar even iets van te vertellen. Het is een 35 mm Bell & Howell, loodzwaar, en weegt zo'n kleine 6, 7 kilo, met 3 lenzen. En wilde nou die Johnson zijn lenzen wisselen, dan trok hij aan het turret en dan krijg je dus dit effect, dat hij hem dus kan ronddraaien met telelensen, wijdhoeken en andere lenzen. Uit persoonlijke ervaring weet ik dat je er heel hard mee kan slaan ook. Ja. En hier liep je dus mee in Middelburg en maakte daar dat filmpje mee. En zodoende hebben we dus nu een programma eigenlijk klaar van zo'n half uur. Wordt op 5 mei uitgezonden. Heel Nederland kan daar kennis van nemen, van vlaggen en camera's en prachtige foto's en het verhaal terugvinden. Rudolf, bedankt voor de informatie. Ja? We gaan even praten over een boek geschreven over Mussert. Mussert, een politiek leven. We blijven, zo je hoort, bij de Tweede Wereldoorlog. Ik zei u, een boek dat deze week verschenen is en dat geschreven is door Jan Meijers. Hij is geschiedenisleraar in Den Helder. Hij zit hier naast me. Dag meneer Meijers. Dag meneer Van Heuvel. Wat mij is opgevallen, al voor het verschijnen van het boek, al weken geleden, wierp het nodig stof op. Bijlagen van een weekblad, televisie, NOS-journaal, kranten. Heeft u dat verbaasd? Ja, moet u luisteren. Niemand is zo verbaasd als ik, denk ik. Maar ja, als eenmaal de verbazing een beetje is weggeëpt, dan ga je proberen verklaringen te zoeken. En vermoedens heb ik wel. Ik denk dat het onderwerp door zijn sterke emotionele lading nog altijd zo'n ophef heeft gemaakt. Ik denk ook dat vele mensen, en ik vermoed vooral onder jongeren, ik heb daar contact mee, met jongere mensen, veel door mijn beroep, een soort parallel zien of vermoeden, ja, of met moderne ontwikkelingen. Daar zullen we het dadelijk even, ja, over hebben. Op de eerste plaats lijkt me nuttig als u even vertelt, we zenden heel laat uit, dus er zijn veel jongeren net terug uit de discotheek. Ja. Wie, ja, was Mussert? Mussert was de man die in 1931 de NSB, de Nationaal Socialistische Beweging, heeft opgericht. Een keurig net ingenieur van de waterstaat, die in de politiek is gegaan om het vaderland te redden. Voor de oorlog betekende het vaderland redden, in zijn ogen tenminste, een sterke dam opwerpen tegen het rode gevaar. En tijdens de bezetting betekende het voor hem om Nederland te vrijwaren van een blijvende Duitse bezetting. En merkwaardigerwijze heeft hij toen met de Duitsers samengewerkt, in feite, om ze weg te krijgen. Ja, ja, maar dat hebben veel mensen niet begrepen. Hij is ook na de oorlog terechtgesteld. Hè? Dat hebben veel mensen niet begrepen. Het was ook een te kronkelige paradox, denk ik, ja, ja, om goed over te komen. Ja, ik had net over die publiciteit en het stof rond dat boek. Zou dat ook iets te maken kunnen hebben met het beeld wat u geschetst hebt van Mussert? Een burgerlijke, politiek naïeve, misschien domme man, ja, die steeds meer ingepakt werd door die Duitsers, maar, ja, eigenlijk geen schurk was. Nee, ik denk dat dat ook een rol heeft gespeeld, dat het beeld van Mussert, mijn portret van Mussert, aanmerkelijk gunstiger is dan het beeld dat de politieke propaganda, ik bedoel nu de antipropaganda, je hebt natuurlijk ook een propaganda en die heeft hem tot een halve heilige verheven, maar de antipropaganda, ja, dat is toch het beeld dat het volk in het algemeen van hem heeft gekregen en ook behouden. Ook al zijn er later wel relativerender trekken aangebracht, dat is niet zozeer tot de brede massa doorgedrongen. En nu wordt hij dus in het boek als mens aanmerkelijk gunstiger afgeschilderd dan de politieke, ja, propaganda heeft gedaan. Zou dat 10 jaar geleden mogelijk zijn geweest? Ik noem nou maar een paar jaar. Hè? Ik denk het niet. Ik denk in dit verband aan een VPRO-film die men in de tijd heeft willen uitzenden en die is niet doorgegaan. En het argument daarbij was, Mussert komt er veel te mooi af. Die gaat niet over het voetlicht. Ja, wat Mussert ook had, hij bespeelde zeer lenig en heel goed de media. Ja, weet je wat het is? We hebben van Mussert vooral het beeld van een knullige politicus. En dat neemt wel eens een beetje het beeld weg van een andere kant van Mussert. Hij was een bijzonder knap organisator en ook een erg knap propagandist. En deze twee kanten zijn niet in de laatste plaats de reden dat zijn beweging, met name in het begin, zo'n ontzettend groot succes heeft gehad. Bent u toch niet een beetje te vriendelijk voor deze Mussert geweest? Ik bedoel dit, hij heeft toch geleefd in een periode waarin hij er plotseling achter kwam dat Joden niet alleen vervolgd werden, maar ook vernietigd werden in kampen. Dat heeft hij geweten. Hij schijnt, toen hij dat hoorde, GVD te hebben gezegd, maar daar is het ongeveer bij gebleven. Ja. Mag je iemand die dan niks doet, toch eigenlijk niet een schurk noemen? Ja, het antisemitisme van Mussert komt er bij mij aanmerkelijk slechter af, eigenlijk, vreemd genoeg, terwijl hij er in andere opzichten beter afkomt, dan tot dusver. Hij was wel een echte antisemiet en niet alleen iemand die door opportunisme werd bewogen. Ja, weet u wat het ook is in een boek? Er komt natuurlijk een kwestie van schuld aan de orde. Morele schuld, juridische schuld. Dan kom je voor de vraag te staan in hoeverre is het de taak van de schrijver om die voor de lezer op zijn bord te scheppen. Of in hoeverre is het de taak van de lezer om die uit de feiten en het materiaal dat de schrijver aandraagt zelf... U bedoelt, moet een historicus aangeven wat schuld ja, of niet is? Ja. Eigenlijk is dat een buitenwetenschappelijke factor, hè? Morele schuld. Is er iets te zeggen over de NSB van vroeger en de Centrumpartij van nu? Vanmorgen stond weer een wat onfris bericht in de krant, maar dat vind ik dan onfris. Dat heer Janmaat weer maatschappelijke lessen wil gaan geven op een college. Ja. Het maken blijde college heet het ook nog. Dat verzin je dus niet zomaar. Nee. Even als leraar, zou u kinderen naar een school sturen waar die man dit soort lessen geeft? Nee. Nee, goed. Dat zijn we dus eens. En nu die verbinding van NSB naar Centrumpartij. Ja, ik geloof dat ik eerst even moet zeggen dat, dat ik de NSB'ers, de oud-NSB'ers, geen contact met de Centrumpartij aanwrijf. Daar heb ik geen enkele indicatie over. Maar ik zie wel verbanden. Als Mussert in 1938 in zijn Guyana-plan zegt de Joden eruit... en de Centrumpartij zegt vandaag de dag de buitenlanders eruit... dan dringt die parallel zich toch op. Ik bedoel, die kan je niet negeren. De Centrumpartij heeft tot dusver altijd gepretendeerd zeer wettig te werken... En sinds die staatsgreep, in elk geval de aanzet tot dat staatsgreep-idee van Mussert... die ook altijd gepretendeerd heeft naar buiten wettig te werken... weten we dat dat niet waar is. Maar nu is zeer recentelijk, zaterdag bij de VARA... deze week in Vrij Nederland, aan het licht gekomen... dat de Centrumpartij toch die legaliteit kennelijk ook niet te zwaar neemt... en burgerlijke ongehoorzaamheid zelfs predikt als het gaat om... zichzelf te beschermen tegen buitenlanders. En dan zitten we toch in de buurt van knokploegen en dergelijke, dacht ik. Goed in de gaten houden. Ja, goed in de gaten houden. Mag ik u danken voor de toelichting? Heel graag gedaan. En tot ziens. Tot ziens.